wat te doen bij een splinter. We hebben het allemaal wel eens een keertje gehad. Een splinter. Meestal niet zo erg, maar het kan wel vervelend zijn. Zeker als je hem er niet uitkrijgt. Wat je het beste kunt doen bij een splinter, dat leg ik je in deze video helemaal uit. Stap 1. Kijk goed waar en hoe diep de splinter in de huid zit. Kun je de splinter zien en steekt daar iets uit de huid? Dan kun je hem zelf goed weghalen met een pincet. Stap 2. Pak de splinter met de pincet zo dicht mogelijk op de huid vast en trek hem er in de lengterichting uit. Check vervolgens of er geen resten zijn achtergebleven. Tip: krijg je de splinter niet goed te pakken met de pincet? Wat kan helpen is de huid even iets weker maken met warm water, zodat je beter bij de splinter kan komen. Is de splinter helemaal weg? Spoel de plek schoon met water en zeep en dek eventueel af met een pleister. Zit er iets vast in de huid wat je er niet zelf uitkrijgt, zoals een afgebroken splinter, metaal of glas? Neem dan contact op met de huisarts voor advies. Weten wat je moet doen bij grote en kleine EHBO-ongevallen? Op onze website kun je alles nog eens rustig nalezen.